staan hier dus voor de deur van Peter de Graaf. En hij komt zo meteen naar buiten en dan gaan wij naar het Waasland. Hey, hallo! Hij komt. Taxi. Is met een taxi. Met een mooie sleutel. Mijn volgende afspraak is zaterdag pas. Dus. Zaterdag pas. We kunnen gaan kamperen in het Waasland. Deze weg doe ik elke week, hè. Ik kom dus uit Zandvliet. Ik heb in Berendrecht nog een tante in een bejaardentehuis zitten. En die ga ik elke week even mijn neus daar binnen steken. Ze is dement als een deur, maar ze haar oude kop licht op als ze even terug bezoek krijgt. Ik wilde eigenlijk romancier worden. Ik kan geen proza schrijven. Daar ben ik met schade en schande achter moeten komen. Dus ik ben dramaschrijver geworden. Blijkbaar lukt me dat niet mee alleen maar woordjes op papier en lukt het mij voortreffelijk als ik rechtstreeks het tot klinken kan brengen en de mensen aanspreken vanuit mijn persoonlijkheid naar hun persoonlijkheid. Je schrijft ook teksten die dat, denk ik, als je er dan niet meer bent, die je nog wel blijven bestaan. Is dat ook misschien een reden waarom je schrijft? Nee, totaal niet. En het verlangen om nog voor te bestaan in de herinnering, no way. Dat is juist hetzelfde als je zo mij vraagt hoe wilt je herinnerd worden na je dood. Dat is hetzelfde of je vraagt hoe wilt je dat deze trui herinnerd wordt straks als die versleten is. Niet. Dat is gewoon mijn trui. Het is mooi groen en ze houdt me prima warm. Maar ja, straks op een gegeven moment is die versleten, doe ik die niet meer aan en dan vergeet ik die. Maar we gaan de Thijsmans tunnel in, of wat? Ja, precies. Cool. Het signaal houdt op onder het water. Ja, ik probeer in mijn stukken of dat soort dingen te zeggen waarvan ik denk, dat had ze tegen mij moeten zeggen. Had ik dat te horen gekregen, dat zou mij goed gedaan hebben. Dat zou mij gerustgesteld hebben, dat zou mij verzoend hebben. Dat zou mij, ja, verzoenen vind ik belangrijk. Dat je als mens kan verzoenen met het bestaan, want het is ook ergens een strijd, of het lijkt vaak een strijd. Hey. Vind jij dat het goed gaat met de wereld? Ja. Het gaat echt goed. Ik kan nu op toneel dingen zeggen waarvan ik denk, ja, toen ik 10, 12 was, men zou het niet begrepen hebben. Men zou niet weten waar ik over sprak. Terwijl nu betalen mensen om dit te horen. Iedereen is eigenlijk maar met één ding bezig, how to be happy. En ik ook, als je vraagt, wat is de grondvraag, achter al uw streven, how to be happy. Word je gelukkig van schrijven en spelen? Nee, maar wel van mediteren. Ja, de mijne. Zal ik het eens doen? Ja, dat is toch goed. Beter? Hier voor het liefke zoek. Ja. Ah, ik ga komen. Fijn. Lieve Vincent, Aina. Welkom op het Fort Liefke Zoek. Fijn. Hele mooie plaats. Ik ga vandaag weer in de city gollen. Goed. Zie je dat zitten? Ja, absoluut. En in die matjes staan. Nu ga ik laten staan. En dan krijg je hier wat klein. Ja. We zijn hier nu dus in het Waasland, omdat er drie voorstellingen van jou hier spelen. Ja. En is er zoiets wat die drie voorstellingen met elkaar bindt? Mijn geest bindt die. Mensen gaan dat ongetwijfeld terugvinden. Het handschrift of ja. Nee, mevrouw Bob is een redelijk disnarratieve voorstelling. Er zit wel een verhaaltje in, maar het is heel beschouwend. Het gaat over een rijke vrouw die vertelt hoe vervelend het kan zijn om rijk te zijn. Drie zielen, dat speelt zich af in drie verschillende tijdperken. En dat gaat alleen maar telkens een man en een vrouw die een relatie hebben of op het punt staan te hebben en dat schuurt. Maar de ene keer zitten ze in 1500 en zoveel, de tweede keer 1918 en de derde keer 2001. En bij niet doen is Bruno en ik, we zitten elkaar echt voorbij de grenzen van wat we durven te duwen. We hebben al drie keer bijeengezeten om te lezen en Bruno ziet alles wat er nog aan verhaaltje of anekdoten of context in zit. Toen zeggen weg. Dus ik ben heel benieuwd. Maar zegt nee, maar het is goed in dialoog. Het is echt goed in dialoog. Ja, het is voilà. Dat is het woord. Spannend. Ja, voor mij ook.
Je maakt al zo'n 40 jaar theater ongeveer. Is er iets wat je merkt dat steeds terugkomt, een bepaald thema of zo? Ja, dat we ingebed zijn in iets. Dat er op ons gelet wordt of gepast, maar dan denkt het, ja, door wie en zo, dan zie je direct weer personen. Terwijl het is groter dan dat. Het is een wijsheid of een weten waar alles van doordrongen en doortrokken is. En ook daar hoort ook bij het weten van, het komt goed, sterker zelfs, het kan niet verkeerd lopen. En geloof mij, het feit dat we met zoveel op zo'n kleine plek bij elkaar zijn, met relatief zo weinig moorden, strubbelingen enzovoort, dat is omdat heel veel mensen hun stinkende best doen om zo goed mogelijk te zijn. En daar ook in slagen.